Wanneer we anderen proberen te overtuigen van onze ideeën, hebben we vaak de neiging om vooral te praten over de enorme voordelen die ons plan oplevert. In deze video ga ik je uitleggen waarom dat onverstandig is en waarom je vaak veel beter eerst uitgebreid kunt praten over de gigantische problemen waar we op dit moment tegenaan lopen. Stel, jij wil jouw collega's ervan overtuigen dat er bindende afspraken zouden moeten komen op het gebied van thuiswerken en op kantoorwerken. En dat onderdeel van die afspraken zou moeten zijn dat iedereen in ieder geval op maandag verplicht aanwezig is. Je presenteert dit idee en wilt daarna gaan uitleggen wat de voordelen ervan zijn, maar de kans is groot dat er al direct weerstand ontstaat. Mensen horen iets over een verplichting waar ze wellicht niet op zitten te wachten en misschien willen sommige collega's nou juist op die maandag graag thuiswerken. Kortom, voordat je goed en wel bezig bent met jouw plan te presenteren, zit iedereen al met de armen over elkaar in de weerstand. Verstandiger kan het zijn om voordat je jouw oplossing presenteert, eerst eens uitgebreid stil gaat staan bij het probleem waar iedereen op dit moment tegenaan loopt. De irritatie dat het bijna onmogelijk is om nog een vergadering te plannen met elkaar. Dat vaak alleen nog maar een deel van het team aanwezig is, waardoor de rest dan weer via de e-mail moet worden bijgepraat over wat besproken is, waardoor miscommunicatie ontstaat met nieuwe irritatie, eindeloze mailstrooms, bilaterale overleggen die moeten plaatsvinden om de klokken weer gelijk te zetten en projecten die daardoor enorme vertraging oplopen. Op het moment dat iedereen aan tafel doordrongen is en nog eens een keer voelt hoe groot dit probleem en hoe groot de irritatie is, pas dan kom jij met jouw oplossing. Nou, zal iedereen nu in één keer enthousiast zijn over jouw plan? Nou, dat zal waarschijnlijk nog steeds niet voor iedereen gelden. Maar het vertrekpunt van het gesprek is anders geworden. Het vertrekpunt is nu namelijk een gezamenlijk gevoeld probleem dat je wil oplossen. En het plan dat jij presenteert kan een hele reële optie zijn waar iedereen veel positiever naar zal kijken. Kortom, begin een presentatie nooit met de oplossing. Begin altijd eerst met het uitgebreid benoemen van het probleem. Succes!